Het mozaïek in de Manskapbergtunnel. Dat is al jaren, een doorn in het oog van veel mensen dat het maar niet afkomt. Hans Hunter, ze hebben jou bereid gevonden om dat hele karwei op te pakken. Wat betekent dat voor jou? Nou, allereerst is twee dingen. Ten eerste, als niet Almelo, en dat bedoel ik eigenlijk meer te zeggen van dat ik dus niet hier in Almelo geboren ben, want ik ben in Achterhoeken, kom in de buurt van Doetinchem. Dat ze mij toch die kans geven en dat ik dus iets voor Almelo kan betekenen. Daar ben ik heel trots op. En ten tweede dat ik dus op mijn leeftijd nog object kan beschikbaar krijgen. En dat vind ik wel heel erg fijn. Ja, want het is wel een grote opdracht. En kan jij al een klein beetje zeggen hoe jij dat wilt gaan realiseren? Ja, wat ik dus nou ga doen is, je ziet achter mij allemaal platen. En die ga ik dus eens rangschikken. Dus een hele slechte, matige en goede. En die goede die zet ik dus apart neer. En daar ga ik dus sowieso daar mee werken. En daar wordt dus woensdag worden dan vergaderd. Hoe we dan met de kostenplaatje uit kunnen komen. Want ik had begrepen dat niet zoveel geld beschikbaar is gesteld voor dit project. Ja, want je hebt zelf wel een aantal ideeën hoe jij het zou willen doen. Ja, ik heb natuurlijk uiteraard over nagedacht. En helaas mag ik dat nu nog niet zeggen, want de commissie die weet nog helemaal nergens van. Dus dat vind ik natuurlijk net zo netjes dat ik even wacht met mijn ideeën naar voren te brengen. Een paar dingen. Als je dus aan de overkant kijkt, dan zijn dus de paneel vrij redelijk goed in orde. Maar dan komt omdat de zon dat heel weinig gaat schijnen en hier schijnt de zon eigenlijk de meeste tijd van de dag. En dat kan ik je ook wel laten zien, een paar dingen. Deze panelen die worden dus eigenlijk door de voeg bij elkaar gehouden. En dat kun je dus ook zien. Kijk, zie je dat? Kijk, je kunt gewoon zien dat het gewoon los tegen de, dus die voeg die houdt me als het ware tegen. En ze hebben dus met een soort keilboten willen spannen, maar dan knapt het alles kapot uit. En dat kun je hier ook wel zien, allemaal scheuren. En ten derde wat ik me aan stoor, dat is dus dat de plaat bijna tegen aan de grond staat. Want als het een beetje heftig regent, en ja, dan komt zo'n plaat helemaal onder met vocht, aan de onderkant met vocht te staan. En dat gaat natuurlijk werken. Jij hebt wel een aantal ideeën om dit goed aan te pakken. Maar daar wordt nog over vergaderd, heb ik begrepen? Ja, nou aanstaande woensdag komen we bij elkaar. De stadsgestel. En dan zal ik met mijn ideeën naar voren komen. Ik heb een leuk idee. Dat is een eenmalige investering en eigenlijk nooit weer. Maar voordat ik zover met het plan kom, dan wil ik zelf eerst testen met mijn eigen werk. En ik ga ook mijn graffiti spuiten. Want je hoort ook wel eens, dan zeg je, ja, maar dan krijg je het nooit meer af. Nou, ik wil even een experiment maken voordat ik dus met dat voorstel kom. Maar je ziet de plannen wel zonnig tegemoet. Nou ja, als alles meewerkt met de gemeente en stadsherstel tot elkaar komen, dan zie ik het wel zitten, ja.